In een vorige how heb je gezien hoe je veel gratis lettertypen kunt downloaden bij Google. Maar als je nog meer wilt of verder wilt kijken wat er te vinden is, kun je terecht bij Fontspace. Hier vind je ruim 60.000 onderverdeeld in categorieën en thema's. Een overzicht van Fontspace in deze how Je surft naar fontspace.com. Op de startpagina vind je onder andere populaire en nieuwe lettertypen. Via browse kun je binnen categorieën bepaalde thema's oproepen. Hier kun je aangeven dat je alleen 100% gratis fonds wilt zien. Je kunt een eigen tekst typen. En met de schuifbalk de grootte aanpassen. Je kunt de kleur van voor- en achtergrond aanpassen. Selecteer een kleur op de rand en een tint in het vierkant. Dat kan ook voor de achtergrond. Met de twee knoppen achteraan kun je de huidige instellingen bewaren en je ziet dan een hyperlink die je kunt opslaan voor een volgend gebruik. En met de laatste knop stel je de standaardinstellingen weer in. Achter elk lettertype zie je twee knoppen. Met de eerste kun je een bepaald lettertype als favoriet markeren, maar daarvoor heb je wel een account nodig. Voor het downloaden, wat je met de laatste knop doet, heb je geen account nodig. Hier zie je nogmaals de bevestiging dat dit lettertype gratis is. Na het downloaden pak je het lettertype uit. Je vindt hier ook een licentieovereenkomst. Vervolgens kun je het gedownloaden lettertype verplaatsen naar de map Fonds in Windows. Hoe dat gaat laat ik nog even zien. Je vindt deze map via je C-schijf. Map Windows. En hier vind je de map Fonds. Tot slot nog even terug naar de website van Fontspace. Mocht je zelf een lettertype hebben ontworpen, kun je dit uploaden. Maar ook hiervoor heb je een account nodig, dat je overigens gratis kunt maken. Tot zover deze how-to over gratis lettertypen bij Fontspace.